Good morning. Nou, we zijn lekker aan het koken. Mijn ontbijtje. Ik heb de nacht overleefd. Vandaag geloof ik gevoelstemperatuur min 14 of zo. En windkracht 5, 6. West. En ik moet naar het westen. Nou ja. En het is maar 25 kilometer, of maar. En dan ben ik bij een uurtje. En anders moet ik mijn tent opzetten. Ik ga snel mijn eten maken. Ik heb vandaag knispermuesli. Super lekker. Ik heb er zin in. Good morning. Ik heb alvast wat opgeruimd. En ik heb al een lekker kastje gedaan. Ik heb geplast. Gebouwd. Ja. Het is wel een beetje windy. Warm inpakken. Oh, gas erop. Nou, dag 2. Ik heb lekker getukt. En even mijn banden wat aan het afdraaien, zodat het een beetje zachter. Nou, dat is. Nu nog even. Thank you.
wat gevonden. Daar. Waterschoenen aan. Voorzichtig. Ik ga dit zo proberen zonder de fiets. Nou, ik ga mijn fiets een beetje normaal in te krijgen. Je maakt het wel mee hier hoor, in IJsland. Net dat ik hoe bijna niet fietsen omdat het zo winderig was. En zulke slappe ondergrond. En moet je nu weer een riviertje oversteken. Gelukkig lukt het allemaal. Nee, ik fiets weer. Dat is fijn. Ah, wat mooi hier hoor, maar wat een bruut geweld. Niet normaal. Echt niet normaal. Ah, lekker. Ik heb een plekje gevonden uit de wind. Ik heb sneeuw in mijn potje. Drinken. Daar heb ik zin in. Het is nog 7 kilometer tot de hut. Maar ja, het gaat ook bijna donker worden. Ik ga gewoon gas geven. Maar ik ga eerst wat drinken. Heb ik zin in. En ik zit lekker uit de wind. Die is lekker. Dan ben ik er.
Even doorzetten. Kan het. Kijk nou, hut. Lekker mijn schoenen te warmen. Ik heb eten gemaakt. En ik zit lekker te genieten, want ik ben erg verrot. Maar lekker. Dit is echt het middenpunt. En dan ga ik naar de volgende hut. Die zit op 10 kilometer. En dan doe ik zo een rondje weer terug. Het is echt heftig. De sneeuw is te diep of niet te diep. Of te veel wind. Ja. Er is altijd wel iets, maar het gaat lekker, een lekkere dag gehad. Volgens mij heb ik 25 kilometer afgelegd, 24. Nou, dat is niet veel, maar ik ben wel 8 uur bezig geweest. Dus. En met deze temperaturen buiten is dat echt wel heavy shit. Nou, eet smakelijk.